Dan wel met een dikke zwarte rand eromheen. Maandagavond besliste Eendracht om in vrijwillige vereffening te gaan. Woensdag werden alle spelers collectief ontslagen. Pas donderdagavond werd uiteindelijk beslist om die wedstrijd tegen Germinal Beerschot toch te laten doorgaan. En gisteren tekenden de spelers een interimcontract om vanmiddag te kunnen spelen. Er zijn betere omstandigheden om zich op een wedstrijd voor te bereiden. Kujovic tekende als enige geen interimcontract en stond Mojovic onder de lat. Voor de rest, de mannen die vorig weekend club op 1-1 hielden, Verlinde, Carré, Arts, Vervallen, Klomp, Imakboudou, Joly, De Condé, De Sadeleer en Stojak. Bij GBA Luciano in doel. Van Zundert kreeg de voorkeur op Svetličić. De andere verdedigers waren Beloufa, Bodor en Montaigne. Het middenveld was volledig Vlaams met Snelders, Rijgel, Haagdoren en Huismans. De spitsen waren De Grijze en Pakka. Het commentaar is van Wilfried Mostings. Eendracht vooruit, galmt nog eens in het Pierre Cornelis stadion. De sfeer nogthans een beetje gelaten hier in en buiten het stadion. De Eendracht supporters nemen de gebeurtenissen van de afgelopen week nogal stoïcijns en filosofisch op. En relatief weinig volk toch ook opgekomen voor mogelijk een van die laatste wedstrijden van Eendracht Aalst hier. Ik schat zo'n 3000 toeschouwers. Aan de andere kant toch ook heugelijk nieuws, want Mark de Grijze deze week voor de tweede keer vader geworden. Gefeliciteerd. Vervallen met ingooi. De Condé. Voorlopig Aalst meestal op de helft van de tegenstander te vinden. De Condé kan doorgaan. Dan treft daar nog een beerschotvoet, waardoor we een corner krijgen. Die hoekschop wordt getrapt door Erik Joly. En binnengekopt. George Arts, de aanvoerder, Aalst leidt. Na 4 minuten spelen. En de supporters hebben nog eens reden om te juichen. De corner van Erik Joly. En daar kwam George Arts boven iedereen uit en hard binnengekopt. 1-0 Aalst. Van Zundert en Haagdoren. En Germinal Beerschot eindelijk is op de helft van Aalst. Dat veel scherper speelt dan de bezoekers. Die, denk ik, de tegenstand van Aalst wat onderschat hebben. Het spel mag verder. En daar krijgen we het eerste schot. Het komt van Christophe Snelders. Magboudou. Bij Rijgel. Nu begint Germinal Beerschot zich ook wel in de debatten te mengen. Voelen dat het harder moet. De Condé. Penalty. Kijk je nog eens op de herhaling. De Condé. Die buitenkant rechts voorbij Beloufa gaat. En dan over het uitgestoken been valt. Je kan ervoor fluiten. Scheidsrechter Willems doet dat. En geel voor Beloufa. Minder dan een kwartier. En Aalst de kans op 2-0. Met Stojak achter de bal. Hij heeft er al 2 omgezet dit seizoen. Hoog in oog met Luciano. En trapt hem erin. Het is 2-0. Voor Stojak zijn 10e in deze competitie. En Germinal Beerschot nu echt op achtervolgen aangewezen. Erik Joly nog eens met een vrije trap. Geen buitenspel. Als iemand blijven hangen, het is 3-0. Zo snel gaat dat allemaal. Cédric Carré. Nog een keer kijken naar die vrije trap van Joly. Ze hadden daarnet al een keer die van Aalst kunnen buitenspel zetten. Nu was er iemand blijven hangen. Daardoor Carré helemaal vrij en die maakt het goed af. 3-0 Eendracht Aalst, jawel. Geevertje van Montaigne voor Klomp. Redding van Luciano was nodig. Mister Joly. En dan via de Sandeer buiten. Vroege ingreep van Frankie van der Els. Na 20 minuten haalt hij er een verdediger uit. Dat is Montaigne. En in zijn plaats komt Chris de Vree. Die mag Boudou. Ruimte voor Vervallen. Sadeleer laat hem het alleen oplossen. Vervallen doet dat dan ook maar. 1-2 en daar is Stojak. Maar gaat maar niet naast. Ramit Stojak. Bij
trap met Mark de Grijze. Iedereen op de helft van Aalst. En alle Aalstense spelers achter de bal. De Vree met de kopbal. De bal is vrij voor Rijgel. We krijgen de bal niet binnen het kader bij Germinal Beerschot. Condé. De bal moet naar de overkant. Daar staan twee mensen vrij. Stojak. Klomp is doorgelopen. Nog Klomp. Met Beloufa. Die gaat erbij zitten. Klomp kapt hem nog eens uit. Legt aan klaar voor Stojak. De open kans. De save van Luciano van Zundert in corner. In de toegevoegde tijd van de eerste helft bewijst Aalst dat hier de beste ploeg is. De frustratie van de afgelopen week van zich afschuddend. Met de kansen Stojak, de redding van Luciano. En 3-0 de ruststand. Mojovic. Die heeft geen beste trap. Rijgel kan die bal opvangen. Pakken laat voor de Grijze. Het schot. Mojovic met veel moeite. En dan de bal nog afgeblokt door Carré. Snelders kwam er nog opzetten. 4 minuten ver in de tweede helft. Rijgel. De Grijze. Goeie lange bal voor Snelders. Mojovic wijkt. Daar is Pakka, dat is goal. Dat kan niet anders. Het is 3-1. We spelen goed 8 minuten in de tweede helft. Pakka met ondertussen al zijn 17e in deze competitie. Het begon allemaal bij Mark de Grijze, die goed Snelders kon lanceren. Die was ook klaarkijkend. Perfect op het hoofd van Paul Pakka. En Mojovic voor de eerste keer geklopt. 3-1. Van Zundert. Germinal Beerschot probeert toch nog wat van een wedstrijd te maken. Pakka. Er is Snelders. En het is 3-2. En we krijgen opnieuw een wedstrijd. Christophe Snelders. Hij zit ondertussen aan 9. Pakka dit keer als aangever. Snelders mooi in de vlucht. En Mojovic is toch maar een reservekeeper, vind ik. Aalst begint een beetje op zijn tandvlees te zitten bij momenten. Albrecht, die heeft nog krachten over. Voorzet voor Stojak. Voorlangs. Snelders bereikt Haagdoren. Meteen diep. Pakka. Daar is de Grijze. En Snelders. Hand nog van Mojovic. Goed 10 minuten van het einde. Germinal Beerschot probeert er nog uit te halen wat erin zit. Snelders met het schot. De save van Mojovic. Vervallen. Klomp laat voor Jolie. Van op afstand. Een meter naast. In de toegevoegde tijd. Nog een corner met Van Zundert. Achter de bal. Als het nu niet gebeurt, is het over en out, denk ik, voor Germinal Beerschot. Arts kopt weg. De Grijze met de omhaal. Daar is de goal. Jawel, Snelders. Het is 3-3. En er is niet gevlacht. Dus in de toegevoegde tijd sleept Germinal Beerschot nog een punt uit de brand. En ze grijpen zich naar de haren bij Eendracht Aalst. Luciano jaagt de bal nog eens. Naar voren, het hoeft niet meer. De scheidsrechter en de omroeper die gaat mee in het protest van de Eendrachtspelers. Scheidsrechter Willems belaagt. De supporters er ook naartoe. Kijk, die gaat zelfs een trap krijgen. Frustratie die zich daaruit. Tumultueus einde van een bewogen wedstrijd. 3-3 was de eindstand. Toch een punt voor Aalst. Dit is de bal. Echt veel waren er niet, supporters, maar het waren wel de echte. En al vroeg hadden ze plezier aan hun komst naar het stadion. Want nog voor Germinal Beerschot besefte dat Aalst echt wel speelde, stond het al 1-0.
2-0, later ook 3-0 nog voor de rust. Zelfs de grootste Aalsterse positivo had zich zo'n scenario niet voorgesteld. Kom op, goed bezig jongens. Maar het is te mooi om waar te zijn, want 3-1 wordt het na de rust. 3-2. En in of over blessuretijd ook nog 3-3. Als het zou Aalst niet zijn, als de gemoederen daarover niet hoog oplaaiden. Wat is de zwaarste klap? Dit vandaag of de hele rest van de week? Ja, we zijn de klappen al een beetje gewoon, maar deze komt nog heel hard aan hoor. Deze is toch sportief voor ons het belangrijkste. Dit komt heel hard aan. Opschudding, maar na een uurtje keert de rust toch weer. Aalst, ook in vereffening, blijft het altijd Aalst. Voorzitter Koppes heeft een investeerder gevonden. Het gaat om Peter Garé, een vastgoedmakelaar uit Aalst, die vroeger al in het bestuur van de club zat. Garé heeft vandaag een deel van de schulden betaald die Aalst heeft bij de voetbalbond. Vanavond onderhandelt hij nog met de Vereffenaars over de overname van het stamnummer van de club. Nog altijd geen zekerheid over de toekomst van Eendracht Aalst. Terwijl de spelers vanmorgen zich uitleven vlakbij het stadion, heeft ex-manager Persoons de nieuwe redder in nood aan de lijn, Peter Garé. Garé betaalde vandaag een deel van de clubschulden bij de voetbalbond en bombardeert zich zo tot nieuwe voorzitter van Eendracht Aalst. Voorlopig is er wel nog geen akkoord met de Vereffenaars. Zou ik nog één ding mogen vragen? Later. Op dit moment onderhandelen de Vereffenaars met Peter Garé. Volgens ex-manager Persoons is het nu of nooit. Ik denk dat dit te maken heeft met de wereld waarin dat we bewegen. Het is te zeggen de voetbalwereld. Waar alles toch wel op het laatste nippertje. Je ziet ook bij het laatste spel zijn we ook op de laatste 10 seconden. Gepakt laten kan zeggen door de andere ploeg. Dus zolang als je binnen die tijdslimieten u beweegt, dan denk ik dat er niks aan de hand is. Alleen moet het binnen die termijnen gebeuren. Peter Garé heeft dus een deel van de schulden van Eendracht Aalst afgelost en daardoor maakt hij het meest kans om het stamnummer over te nemen. Wie de resterende schulden zal betalen is nog niet zeker. Je moet toch wel rekenen, door die vereffening blijven alle schulden blijven dan toch wel in de oude VZW, laat ik maar zeggen. Vandaar dat ook, ja, dus alle oude schulden zijn dus opgelost. Je staat als het ware met een nieuwe club, met een nieuwe VZW, sta je met een nieuw kleed aan, kan je opnieuw beginnen, ja. En speelt Eendracht Aalst nog tot het einde van het seizoen? Ja, dat heeft... Peter Garé mij daar juist in elk geval bevestigd dat wij het kampioenschap uitspelen. En volgend seizoen? En volgend seizoen moeten we kijken. Dan wordt het allicht wel derde klasse. Allicht wel. Bondschulden betaald en wordt dus niet geschrapt. En vanavond zal de nieuwe sterke man, oud-bestuurslid Peter Garé, met de Vereffenaars een nieuwe VZW in de steiger zetten. Toch ging in het Pierre Cornelis Stadion vandaag geen hoera-sfeer. De arbeiders en bedienden kregen immers officieel te horen dat ze ontslagen zijn. Ook manager Philippe Persoons laatste dag zit erop. De materiaalmeester, hij komt na 11 jaar trouwendienst zijn sleutels afgeven. De bedienden van het secretariaat, zij brengen nog gauw hun persoonlijke spullen weg. Zij staan allen op straat. Oud-voorzitter Goedals komt zich vergewissen van de toestand, maar hij kan niets doen. Trainer Limpus is, voor zover het kan, blij. Er is geld voor de premies. Ik ga nu het restantje van het geld naar de bank brengen, dat we dinsdag terug kunnen betalen. Want ik denk dat de spelers dat appreciëren. De Vereffenaars hebben een razend drukke dag achter de rug. Eerst en vooral vergaderen met Sporta over het lot van de arbeiders en bedienden. Tussendoor hopen op een deftig bod op het patrimonium en, typisch Aalst wellicht, om 3:55, 5 minuten voor sluitingstijd en deadline voor schrapping van de bondslijsten, is Peter Garé de €19.000 bondschulden gaan betalen in Brussel. Peter Garé is een jong iemand. Is eigenlijk de jongste die bij het clubje aangesloten is. Is iemand die Vlerik school gedaan heeft, die weet wat een bedrijfsvoering betekent. Garé en de Vereffenaars zitten nu samen aan tafel. In principe staat niets de overname nog in de weg. Het niet-voetballend personeel, arbeiders en bedienden, is wel afgedankt intussen. Zij kregen dus ook een voorstel van 14 dagen, tijdelijk contract.
De twee arbeiders zijn op het voorstel ingegaan, maar op aanraden van Sporta heeft geen enkele bediende dat gedaan. Meteen werk voor nieuwe sterke man Peter Garré. Feit is wel dat de club in derde klasse, want daar komt Aalst terecht volgend seizoen. Dit is Peter Garré, de man die zowat alles klaar heeft om Eendracht Aalst nieuw leven in te blazen. Volgens ons is er niet echt een probleem. We gaan voor een sanctioneerbare overdracht. Dus ja, het is eigenlijk het standnummer en de bondsschulden die we overnemen. En we engageren ons om het seizoen uit te maken. Hoewel de overname in kannen en kruiken lijkt, blijft voor de spelers de situatie onduidelijk. De groep overlegt op het veld. Als ik nu in de krant en ik al staat, gaan ze door mijn beloften een junior spelen. En dan, ja, de bedoeling is dat ze zo weinig mogelijk kosten zullen maken dan. Hè. Zo weinig mogelijk kosten maken is één ding, maar er moet uiteindelijk ook nog gevoetbald worden. Wij hebben een contract voor twee matchen nog, dus ik weet ook niet of we die zullen spelen nu. Ik weet het gewoon niet. Als zij geen bus voorzien voor zaterdag naar Gent, ja, dan ga ik toch niet meedoen, dat ben ik al zeker. Maar in Gent geraken ze, voor de spelersbus wordt gezorgd vanuit onverwachte hoek. Als de jongens moeten met hun eigen wagen moeten rijden, dan hebben we gezegd, kijk, wij gaan die een bus inleggen, dat die jongens toch samen kunnen naar het stadion gaan. Want dat gaat niet op. De ene met de wagen, de andere met de wagen, dat gaat niet op. Dat kan niet voor een profclub, dat kan niet. Een leuke geste van de supporters, maar trainer en spelers dringen aan op een gesprek. Ik ben alleen op het moment, ik werk hier met 25 profs. Dus ik zou het toch wel een keer terecht vinden dat de mensen van de bestuurstop dan een keer tot hier komen en een keer komen uitleg geven. Ik hoor dat zij bepaalde initiatieven willen nemen. En ik zou dat willen vermijden en we zullen zien hoe we dat kunnen doen. Initiatief, bedoelt u dat zij acties willen ondernemen? Er wordt gezegd dat ze een beetje te laat zouden op het terrein komen en zo. Maar goed, ik denk dat we er vanavond wel uitkomen.